Ik ben er bij de Rai in Amsterdam en het is vandaag donderdag. Dus dat betekent dat vandaag Jumping Amsterdam 2019 van start gaat. Het is tot zondag en het is een speciale editie, want het bestaat nu, vandaag, dit weekend, 60 jaar. Het wordt al 60 jaar georganiseerd. En daarom hebben ze er de speciale Diamond Edition van gemaakt. Die kom je denk ik al 12, 13 jaar. En dit is een van de weinige jaren dat ik zonder paard kom. Maar ik ben natuurlijk veel te oud om nog mee te kunnen doen bij de jeugd. En de crème de la crème van de wereldtop rijdt hier. Dus het is hartstikke moeilijk om erbij te komen. Ik moet zeggen, mijn doel wordt wel weer om natuurlijk hier zo te kunnen rijden in de Grand Prix bij de senioren. Maar vandaag ga ik gewoon genieten als bezoeker. Ik ben nu nog met lege handen en ik hoop ook dat ik met lege handen naar huis ga. Want je kan hier ook heerlijk shoppen. Daar is de ingang. Ik weet de weg. Ik ga eventjes mezelf aanmelden. Want vandaag ben ik huisvlogger van Jumping Amsterdam. Vind ik super tof. Maar ik ga natuurlijk ook vooral genieten van wat er allemaal vandaag gebeurt. Wil je daar alles over zien, dan zou ik zeker even blijven kijken. Ik ben binnen. Ik heb twee bandjes. Ik kan ook vandaag naar de VIP. Zo hoort het ook. Nee hoor, grapje. En ik heb de hele stoere mediakaart. Ik loop nu eventjes naar het perscentrum. Daar is de winkeltje, zeg maar. En waar de wedstrijd is. En hier is het perscentrum. Dit is een beetje blik achter de schermen. En hier doen over heel de wereld hun verslag gelijk. Hoi. Ja, ik ga me hier eventjes aanmelden en dan gaan we lekker naar het terrein toe waar we lekker kunnen shoppen en kijken en heel veel leuke dingen kunnen doen. Hoe super cool! Ik ben nu bij de stallen. Dat is ook veel ruimer opgezet. Echt heel cool. Maar kijk, je hebt hele lange gangen. En jullie zien die plastic stands, zeg maar. Daar staan de paarden dan in. Springpaarden, dressuurpaarden. En ik zal nu hier eventjes een fotootje laten zien hoe het er in 1960 uitzag. Want in 1960 stonden de paarden gewoon in stallen van houten pallets. Nou, ik had het op Instagram gezet met het erbij van ik zie Cento al staan. Eén keer schuren en tik tik tik, het valt zo allemaal om. Maar dit zijn dus de stallen. Echt heel cool. En ik loop, hoi. Ik loop nu achter die meneer aan. En die heeft een jumpertje in zijn hand. En we gaan even heel mooi jumpertje op de film zetten. Oh kijk, hier zien jullie het losrijdterrein. Zo, het is hier lekker stil. Het is veel beter, de stallen hier. Om natuurlijk de beste bodem te krijgen voor het springen.
Ik heb net eventjes zitten kijken. Ik vind het echt super cool. Hoe knap mensen hier kunnen springen in die omgeving. En het is best heel druk voor de donderdag. Nou, ik weet niet hoe het meestal is, maar de tribune zit echt wel heel erg vol. En waar ik een beetje op zit te wachten is de dressuurtraining van alle toppers. Die ik eigenlijk eventjes wil zien hoe zij dat doen in de training. En in zo'n grote arena waar de paarden toch wel iets meer gespannen zijn, lijkt mij. Dus ik ga nog heel eventjes de U25 springen kijken en dan wacht ik op de dressuur. Dag opgepakt, want het was gisteren veel te rumoerig om nog de video goed op te kunnen nemen en af te kunnen sluiten. Dus bij deze, ik ben nu thuis. Gisteren was het nog best wel heel erg laat geworden, want het was zo gezellig. En de sfeer was echt heel erg leuk. Ik ben tot de laatste deelnemster gebleven. Ik heb nog de dressuurtraining gekeken. Nog wat springen gekeken. En als laatste de lichte tour die zich moesten plaatsen voor de zaterdag. Dat was ook heel erg leuk om te zien. En er waren natuurlijk nog gezellige mensen overgebleven. Ik heb een hele leuke dag gehad. Jumping Amsterdam was veel groter dan alle jaren daarvoor. Ze hadden een extra hal met Stroodorp. En ze hadden een extra hal voor de stallen. Wat veel meer ontspannen en fijner werken was voor de paarden en de mensen die daar moeten rijden. Dus al met al was het weer een topgeslaagde dag. Dit weekend gaat natuurlijk nog hartstikke door. En ik hoor alleen maar van mensen van heb je ook een kaartje voor Amsterdam? Heb je ook een kaartje voor Amsterdam? Dus volgens mij wordt het hartstikke druk. En de zaterdag is al uitverkocht. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ben je nog nooit naar Amsterdam geweest? Of vind je deze video leuk? En lijkt het je leuk om volgend jaar naar Amsterdam te gaan? Dan zou ik het zeker aanraden. En misschien zie ik jullie dan daar zo wel. Vind je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal via deze button. En dan zie ik jullie graag volgende week weer. Doei!